Deze printer is in staat om flexibele materialen te printen en dat dankzij de speciale daarvoor gebouwde kop. Je ziet hier een tweede ventilator die stilstaat. Die wordt alleen gebruikt als er andere materialen zoals PLA worden geprint. En dat omdat dan de hoeken scherper worden uitgevoerd. Hier ziet u de extruder die zo dicht mogelijk bij de printkop wordt geplaatst om zo min mogelijk het opstropen van het flexibele materiaal te voorkomen. Op dit scherm ziet u de instellingen die zijn gedaan om het beste te kunnen printen met de flexibele materialen. Zelfs tijdens het printen kunt u de instellingen nog wijzigen. Op het scherm ziet u ook de flow aangegeven. De flow staat op 400. Standaard staat het toegevoegde materiaal op 100, maar met flexibele materialen is dat iets hoger. Op de juiste wijze geprint is het materiaal zo sterk dat het met de hand niet kapot is te trekken, zelfs niet met dunne lagen. Deze bandjes werden gemaakt om mijn T-Fort schaal 1 op 16 van complete wielen te voorzien. U ziet dat de kwaliteit van de geprinte bandjes bijzonder goed is. Als u van plan bent om ook flexibele materialen te gaan printen en u heeft vragen, kunt u altijd terecht bij www.fantasiorama.nl en kijk dan bij de contacten.